Dit programma wordt tijdens de playoffs mede mogelijk gemaakt door Diepe Maat Sport. Kevin van Kippensluizen, ja, daar sta je dan. Je zou nog even Dordrecht aan de kant zetten en dan kijken naar de volgende ronde. Wat gebeurt er vandaag allemaal? Nu Sparta? Geen woorden voor eigenlijk. Dus, ik heb één woord voor en dat is schandalig. Ja, jullie komen notabene na een half uur spelen nog op 1-0 voor. Dan lijkt alles prima te gaan. Jullie komen ook wat meer in de controle. Maar de tweede helft, hij is nog niet begonnen of hij ligt er alweer in? Ja, is ongekend. Zeker. Ik ben ook helemaal kwijt hoe die goal valt. Maar ja, dit mag niet gebeuren. Ik kan een hoop woorden vuil maken, maar ja, dat we gewoon allemaal in de spiegel moeten kijken. En we hebben allemaal gefaald. Gefaald. Het wordt 1-1, dan is er nog niks aan de hand. Maar het lijkt wel alsof de tegentreffer ervoor zorgt dat het als een kaartenhuis in elkaar zakt. Konden jullie elkaar nog bereiken op Peppel? Of was er, viel dit niet meer te becoachen, zeg maar? Ja, de 2-1 vliegt volgens mij ook snel in. De 3-1 is penalty, was volgens mij niet eens een penalty. En ja, weet je, je moet allemaal naar zelf kijken. En, het is gewoon echt grote teleurstelling voor het publiek, voor ons. Ik bedoel, ja, het is niet dat we al bezig waren met Sparta, want de focus lag gewoon op deze wedstrijd. Maar, ja, toch kan ik me voorstellen dat als je 4-1 voor staat, dat je duels misschien net iets anders ingaat dan normaal. Heb je dat gevoel gehad of hebben jullie er wel alles voor willen geven? Ja, we hebben gewoon volgas gedaan. Dat zie je in mijn eerste helft. Dat komt goed op 1-0, maar wat er dan in de tweede helft gebeurt, ja, dat Joost mag het weten. Maar, wat hebben jullie gezegd in de rust? Want toen stonden jullie nog 1-0 voor. Ja, dat we moesten waken. Dat zij wat anders gingen doen. Maar het is schandalig waar de duels staan aan gaan. Ik heb eigenlijk weinig over te vertellen. Is het beseffen überhaupt wat er gebeurd is vanavond? Nee, ik moet nog wel even bezinken. Maar ik ben wel zo aangeslagen.